Sharon. Sharon. Je bent er. Hoe is het met je? Ja, gaat goed. Ik kwam zondagavond weer terug hier in Duitsland. Na het EK. Maar ik moet zeggen dat ik best wel moe ben. Of dat de stress of zo. Of alles van de wedstrijd komt er nu wel uit. Maar ik had vanochtend wel weer gewoon 8 kilometer gezwommen. En gisteren ook 8,7. Gistermiddag, gistermorgen ook 8. Dus 8 kilometer. Gaan wel gewoon door. Dus en eigenlijk zeg je van... Het is tik in de box en vooruit. Ja, want we gaan. Ik bedoel, we moeten nog naar de Spelen toe. Hè? Ik bedoel, EK is geweldig om 2 keer goud te hebben. Maar ik heb nog andere doelen. Dus ja, dan kan ik niet zomaar even vakantie nemen nu. Nee, precies. Dus vanmiddag moet je weer trainen. Ja. Ik heb dus zo ook massage en dan vanmiddag weer trainen. Dus het gaat alleen maar door eigenlijk. Ja, wel grappig om te vermelden dat we nu ook maar een kwartier de tijd hebben natuurlijk om jou te interviewen. Dat je alles tussendoor moet doen. Hey, en als we ik heb net snel gegeten en dan nu even interview en dan door naar mijn massage. Want dat hoort er ook wel bij, hè? Herstel en goed eten. Ja, echt topsporters bestaan. Hey, en als we gaan kijken naar de EK, op welke race ben je het meest trots? Van de twee? Ja, nou, ik vond allebei wel goed. Want kijk, die eerste had ik wel wat meer stress, omdat ik niet weet hoe het zou gaan. Of ik voelde me sowieso al goed, maar je moet het toch maar even doen. En ook nadat ik van coach ben gewisseld, dan moet je toch maar weer even er staan. Na 1,5 jaar geen wedstrijd te hebben gezwommen. Ja, en dat had ik dus meer stress voor de 5 kilometer. Maar ik zwom eigenlijk maar op 85% zo ongeveer. En toen aan het einde kon ik hem mooi opbouwen naar de finish. En toen won ik al eigenlijk. Dus toen dacht ik, het was niet heel zwaar of zo. En toen was ik meer die dag zelf bezig met herstellen voor de 10 kilometer. Want ik dacht, het is nog niet klaar. Ik had veel concurrenten die geen 5 hadden gezwommen. Dus die waren al gewoon een beetje hersteld. En dus ik was wel bezig met, morgen moet ik nog 10. En die wil ik ook goed zwemmen. Ja, dus eigenlijk... Eigenlijk extra indrukwekkend dat je niet echt hersteld was nog voor de 10 kilometer. En uiteindelijk toch nog gewonnen had. Je coach had natuurlijk aangegeven dat je een beetje moest spelen met de concurrentie. Hoe ging dat? Ja, dat ging wel goed. Ja, dus die 10, die vrouwen die op het podium staan, die hebben bijvoorbeeld die 5 niet gezwommen. En nummer 4 ook niet. En nummer 5 weet ik eigenlijk niet. Maar ja, mijn coach zei dat het een van de laatste momenten zou zijn dat ik nog dingen kan proberen in een race. Zo een beetje in de heupen zwemmen van mijn concurrenten. Een beetje spelen met het ritme. Dus gewoon heel in één keer versnellen. Alles geven. Dan weer terughouden. En dan weer alles geven. Maar dat kostte bij mij ook superveel energie. Maar hij zei nu kan je nog dingen proberen. Straks is het laat. Dan heb je alleen nog te spelen. En daar moet alles kloppen. En dat had ik ook gedaan. En toen had ik na 8 kilometer ook nog een grote voorsprong. Maar toen dacht ik, ik moet nog wel 2 kilometer. En toen zag ik dat ze iets inliepen. En toen dacht ik, laat ze maar komen dan. Kunnen ze nu heel hard gaan zwemmen om mij in te halen. En dan probeer ik dat laatste stuk nog goed te doen. En dan kan ik dat ook oefenen. Weer hoe je moet finishen of hoe je moet sprinten op het einde. Ja, en dat ging eigenlijk allemaal heel goed. Maar ik denk dat iedereen wel weer heel erg kapot was van dat... tempo wisselen in de race zelf. Ikzelf ook. Maar ik had toch nog gewonnen op de sprint. Was dat verrassend voor je concurrenten om het zo te doen? Zoals jij het gedaan hebt? Nou, dat weet ik niet. Want het lijkt wel of ze het prima vinden dat ik op kop zwem en dat ik het tempo geef. Maar op een gegeven moment, je voelt dan paniek als ik even 1 keer weg ga sprinten. Dan voel je ze allemaal als hagedisjes achter je aangaan. Zo. Allemaal, ze zwemmen over elkaar heen en zo. En dat was best wel leuk voor mij om te doen. Om af en toe zo'n sprintje te trekken. En dan zie je ze helemaal panieken. Ja, dat was wel leuk. Maar aan het einde was ik ook wel kapot daarvan. Maar je houdt wel de pers met Kat van Rauwendaal. Speelt met de muizen. Kortom, je haalt wel de mooie koppen naar binnen. Ja. Maar goed, dit geeft wel vertrouwen voor de spelen. En nu weet ik ook dat ik... op verschillende tactieken ook nog goed kan zwemmen. Of dat ik niet 1 tactiek heb in de race.
En heb je al een bepaalde tactiek voor de spelen in je hoofd? Die je wil gaan toepassen? Nou ja, ik heb heel vaak wel iets dat ik in mijn hoofd heb. Alleen in de race zelf zwem ik heel erg op gevoel. Bijvoorbeeld nu bij die 5 kilometer dacht ik, oh ja, dan ga ik pas het laatste rondje of zo. Maar dat ligt eraan hoe je je voelt. Je kan ook iets eerder weggaan of je kan iets, ja, het kan later. Dat, of als een van je goede concurrenten achter je ligt, of verder achter, dan kan je hem dan inzetten of je versnelling inzetten. Want dan zou het kunnen breken, als het ware. Dus je moet ook een beetje improviseren of kijken waar iedereen ligt als je weg wil zwemmen. Dus het is meer dat ik heb bijvoorbeeld een plan of ik heb iets in mijn hoofd, maar dan heb ik ook nog plan B, plan C en plan D. En dan zwem ik op gevoel. Ja, het is natuurlijk een hele dynamische race. En ik denk dat op het moment dat je zwemt en wat de concurrentie doet, ik denk dat je daar ook de strategie op bepaalt tijdens de race. Ja, ja. Ja. Hey, en heel leuk natuurlijk, want je gaat niet alleen voor de 10 kilometer, maar ook voor de 200 meter rug. Ja, dat is omdat ik op de Spelen in 2016 had ik ook 1 race in het zwembad. Voordat ik de 10 kilometer zwom. En ik vond wel, ook al ging dat slecht of zo, ik vond wel dat je dan even wakker werd van met een beetje stress krijg je dan. En ja, ik weet niet, dat was wel een lekker gevoel. Dus ik denk dat ik nu ook gewoon die 200 terug zwem. En die is 5 dagen voor de 10 kilometer. Dus op zich moet dat wel genoeg hersteld zijn. Maar dan heb je een beetje stress en dan kom je een beetje de wedstrijd in, heb ik het gevoel. Of ja, dat gevoel had ik in 2016. Sharon, mag ik een tipje van de sluier van jouw geheim vragen? Want jij zegt, ik heb plan A, B, C en D. Dat is best wat, maar wanneer kies je dan voor A, B, C, D? Doe je dat dan voor de wedstrijd of doe je dat tijdens de wedstrijd? Of ga je weer terug naar... Tijdens de wedstrijd. Mm-hmm. En als dan bijvoorbeeld, stel ik heb wel kopwerk gedaan, hè, dat was misschien plan B. En het lukt niet om weg te komen, dan moet je toch iets anders gaan doen. Dan moet je inhouden, energie sparen en dan moet je op het einde moet je alles eruit halen wat nog in je zit. En dan ga je eigenlijk een beetje van plan wisselen. Dus je moet jezelf nu op alles voorbereiden. En dat heb ik denk ik wel in Duitsland meer geleerd, om meerdere plannen te hebben en weer meer een open water zwemster gaan worden, of wat meer tactisch, denk ik. Een betere open water zwemster dan. En als je dan zo kijkt naar die Olympische Spelen, welke positie zien we jou op het podium staan? Nou ja, weet niet, de kans is ja, op zich wel groot dat ik een medaille kan halen. Alleen, ja, je weet het maar nooit. Of, ja, nou ja, jij hebt het gewoon in ieder geval dat ik, als ik daar het vliegtuig instap, dat ik gewoon alles aan heb gedaan, dat ik me goed voel, net zoals voor het EK. En ja, dat ik dan met vertrouwen die kant op ga. En ja, dat ik een hele goede race neerzet. En ik denk als ik een hele goede race neerzet, dat wel podiumplek is. Zijn er speciale concurrenten waar je nu al op focust of laat je dat gewoon los? Nee, ja, in Europa heb ik dus gezien, oké, in Europa, ja, eentje deden dan niet mee. Of nou ja, het niveau viel een beetje tegen, vond ik nu. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld nog een Braziliaans of een Amerikaanse, Chinese. Dus dat zijn nu concurrenten die ik niet gereisd heb. Of ja, tegen wie ik nog niet gereisd heb. Maar dat soort mensen moet je dan wel in de gaten houden. Dus ondanks het feit dat je plan A, B, C, D hebt, moet je ook nog een keer die mensen in de gaten houden. Kortom, de mensen kunnen er druk mee zijn. Ja, ja, je hebt wel 2 uur lang, kan je wel lekker veel denken, ja. Die 2 uur, daar ben je ook continu bezig met je gedachten. Het is niet zo dat je zegt, alleen maar zwemmen, blik op oneindig, verstand op nul. Dat is dus niet het geval. Nee, het gaat 2 uur lang door, ja. Want het zit in jou, maar het zit ook in de wijze waarop je een wedstrijd moet doen. Ja, 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 je moet heel scherp zijn. Met alles moet je rekening houden, overal naar kijken. Alles moet. En tot het einde moet je echt gefocust zijn. En voor mensen die gewoon kijken naar het spel wat jullie spelen, als ik het zo mag zeggen, die sport die jullie beoefenen. Je ziet een stukje, maar een stukje zie je ook niet. Hè? Want jullie hebben best wat contact onderling, om het zo te zeggen. Ook fysiek contact. Ja, ik werd bij die 10 af en toe, bij die 5 kilometer nam ik altijd heel mooi de binnenbocht bij de boei. En bij die 10, soms zat er dan eentje net tussen. Ja, dan word je helemaal overhoop gezwommen.
helemaal ondergedompeld. Maar ik kan er op zich wel nu wel tegen. En ik denk, ja, ik haal je zo wel weer in, joh. Of ik blijf nu al wat rustiger. Maar dan denk ik van, ja, maak je nou niet zo druk bij die boei. Maar ja, zo ben ik dan. Maar heel veel maken zich heel erg druk. En worden helemaal gek. Ja. Maar dat mag eigenlijk niet wat ze doen. Alleen die jury die draait ook met die boot mee. Maar die kunnen soms dat soort dingen allemaal niet zien. Maar praten jullie ook tegen elkaar als zwemsters? Zeg je wat tegen anderen? Dat gebeurt wel. Nu bij het EK niet zo. Maar ja, soms gebeurt dat wel. Op 25 kilometer gaat het tempo heel langzaam. Af en toe praat je dan wel eventjes. Maar dan heb je het, ja, help de kijker even, wat zeg je dan? De eerste 25 in Budapest was dat ook, in 2017. Ja, toen ging ik op een gegeven moment even schoolslag zwemmen. En toen vroeg ik aan die Braziliaanse, die favoriet is op die afstand. Ik zei, is dit het tempo? Toen zei ze, dit is het tempo. Ik zei, oké, dat wordt een lange 25 kilometer dan. Dus wij lachen zo. Maar dat soort dingen, ja. Hey, en de hele voorbereiding vooraf, hè, want wij zien natuurlijk alleen de race en het eerste uur of de twee uur, zeg maar, van je zwemmen. Maar wat gaat daar aan vooraf? Ja, best wel veel. Ik bedoel, als je aankomt, dan ga je sowieso even inzwemmen en je moet dan je melden. En dan krijg je je nummers en je transponders. Dat zijn die bandjes met, ja, dat je... ja, transponders heet dat. Maar ja, daar zit dus zo'n chip in. En die neemt je tijd op dan als je door het poortje heen komt. En ook bij de finish. Ja, en dan ga ik even wat oefeningen doen. En dan doen we die bandjes om, pak aan. Naar de voorstart krijg je nog een briefing over je race. Dan neem ik ook nog cafeïne. En je moet je flesjes klaarmaken, want je drinkt natuurlijk bijna elk rondje. Dus dan moet je flesjes klaarmaken voor je coach. Ja, dus dat soort dingen komen er wel bij kijken. Ja. En daarna is het ook vooral, heb je bijvoorbeeld interview, podium, uitzwemmen. Daar ben je ook een hele middag druk mee. Ja, en dan moet je die dag daarna nog een keer racen. Maar daartussenin zit een medaille in ontvangst nemen, neem ik aan. Ja, ja. Dat ja. is het mooie. Ja, dan pas de interviews, hè? Ja. Ja, en voor dit alles... Je hebt vaak wel, kom je het water uit, doe je eerst interviews, dan mag je omkleden. Dan doe je het podium en heb je weer interviews. Mm. Zo is dat. Ja, en voor dit alles train je natuurlijk mega veel, ontzettend veel. Hoe ziet jouw week eruit, Sharon? Je zwemt 90 kilometer per week af en toe? Ja, gemiddeld is ongeveer 90. We hebben ook wel pieken naar boven de 100. Maar ja... Ik zwem altijd ook twee keer op zaterdagmiddag. Dus het is twee keer op maandag, twee keer dinsdag, één keer woensdag. En dan weer 2-2-2, dus ook zaterdag. Twee keer. En dan zondag soms ook nog. Dat ligt eraan. En dan heb je iedere dag krachttraining of cardio of een buikspieren nog een uur extra. Voor de middagtraining. En je hebt voor elke training nog een warm-up van 30 minuten. Dus ja, je bent wel 7 uur... meer per dag bezig. Ja. En tussendoor ben je natuurlijk ook nog bezig met je sponsoren. Hoe vind je de samenwerking met Texaco? Ja, de samenwerking gaat heel goed. Alleen ja, met corona vind ik het wel jammer dat ik niet zo heel veel kan doen of dat ik niet zo heel veel naar Nederland kan komen om ja, dit soort dingen dus live daar te zijn. Dat is wel jammer. Maar ik hoop dat het, nou ja, dat Texaco ook blij is met mij en hoe ik op social media dingen post en maar voor mij gaat het heel goed, de samenwerking. Volgens mij is dat top. Wederzijds, zeggen ze. Oh, maar jongens, ik moet nu wel weer weg. naar mijn massage. Ja, maar in ieder geval bedankt voor het mooie interview, Sharon. En succes op je massage dadelijk. En train ze. Ja, nu komt het lekker, hè? Hoi. Hoi. Bye, doei. Doei, doei. Doei, doei.